Om deze meditatie te beginnen wil ik je vragen om een ontspannen houding aan te nemen. Je mag zelf kiezen of je gaat liggen of je gaat zitten. Misschien vind je het fijn om te gaan zitten zodat ook je chakras in lijn zijn. Maar als je liever ligt, vind ik het ook oké. Dus neem even je houding aan. En ontspan. En wat je helpt ontspannen is je ademhaling. Dus om te ontspannen kun je even diep inademen door je neus. En weer rustig uitademen door je mond. Voel maar wat het doet in je systeem. Je adem helpt je ontspannen. En richt je aandacht naar binnen. Dat doe je door je intentie naar binnen te richten. Je hoeft helemaal niets. Alleen maar te zijn en te ontspannen. Je neemt nu een moment voor jezelf om jezelf lief te hebben en te ontdekken wat er binnen allemaal bij jou speelt. Om in balans te komen en je innerlijke stem weer te horen. Want je wordt altijd gegidst en geleid in jouw leven. En door meer te luisteren versterk je ook het vertrouwen. En om nog meer te ontspannen gaan we weer even werken met je ademhaling. We gaan straks 3 keer diep inademen door je neus. En je gaat weer rustig uitademen door je mond. Dus begin maar, adem maar rustig in door je neus. Maak je longen helemaal vol. En adem maar weer rustig uit door je mond. Langzaam uitademen. Maak je longen helemaal leeg. En adem maar weer in door je neus. Zet je borstkast uit. En als je klaar bent, adem weer rustig uit door je mond. Dan maak je je longen leeg, zodat je weer plek maakt om straks weer in te ademen door je neus. Vul je longen extra veel met lucht, met ruimte. En adem maar weer rustig uit door je mond. Dan maak je je longen weer leeg. En voel dan wat het doet met jouw lichaam. Met je systeem. Ademhaling kan je altijd brengen om weer bij jezelf te komen en de rust te herpakken. Ook in je dagelijks leven kun je gewoon even naar je ademhaling gaan. 3 keer diep inademen en weer rustig uitademen. En je komt weer bij jezelf, je komt weer tot rust. Zo herpak je de verbinding. En ik ga je helpen in deze meditatie om je verbinding weer te versterken en je kanalen schoon te maken. Zodat jij weer goed kunt stromen en kunt meegaan met de flow van het leven. En ik wil je vragen om als eerste met je aandacht te gaan naar je onderste chakra, naar je wortelchakra. Het onderste gedeelte van je lichaam. En wat we gaan doen, is dat we deze chakra gaan uitreinigen. We gaan het schoonmaken. Wanneer al jouw chakras zijn schoongemaakt, kan alles beter stromen. En chakras kun je zien als energiepunten in je lichaam, die ronddraaien. En hoe beter die draaien, hoe meer licht daarin zit, hoe beter jij jouw levenspad kunt volgen en jouw innerlijke stem kunt horen. Dus we beginnen met de wortelchakra. Ga er maar naartoe met je aandacht. En jouw wortelchakra, dat gaat over er zijn. Aarde. En heb dan gewoon de intentie, want we gaan een stukje visualisatie doen. Dus zie de kleur van jouw wortelchakra voor je, dat is rood. Verbind je met de plek met je intentie. En vervolgens visualiseer je alsof daar een witte ster in komt om het uit te reinigen. Dus een wit licht, een witte ster, komt in jouw wortelchakra om jou beter hier te laten zijn. Misschien voel je daar iets van, misschien ook niet. Het maakt niets uit, je werkt gewoon met energie, met intenties. En het gaat vanzelf, vertrouw daarop. En adem er rustig doorheen. Adem ook naar de plek waar je wortelchakra zit. Misschien wil je zelfs je hand erop doen, maar dat hoeft helemaal niet. En besef dan dat hoe schoner jouw chakras zijn,
hoe meer dus ook hier kunt zijn en alles in balans is in je leven. Jij bent de basis van jouw leven. Je lichaam is de basis van jouw leven. En dus ook jouw chakrasysteem. Dat mag in balans zijn. Vervolgens ga je naar je tweede chakra. Sacraal wordt het ook wel genoemd. En dit chakra gaat over voelen. Het gevoel van je onderbuik. Het seksuele chakra is dit. En ook daar visualiseer je weer de kleur van dat chakra. Dat is oranje. En je gaat naar de plek toe. Dat zit ongeveer bij je navel. En je visualiseert opnieuw alsof daar een witte ster in komt met wit licht om jouw chakra uit te zuiveren. En laat het gewoon vanzelf gebeuren. Het witte licht doet zijn werking wel. Vertrouw daarop. En adem er gewoon rustig doorheen. Dan gaan we naar het volgende chakra. Dat is geel, de kleur geel is de zonnevlecht. En dit gaat over macht en ook over handelen. Je levenslust om tot actie over te gaan. En ga naar de plek in je lichaam en dat is dus waar je maag zit. Daar zit je zonnevlecht. Soms kan ook iets in je maag zitten. Maar we gaan het chakra weer uitzuiveren met een ster die in jouw zonnevlecht komt. Visualiseer de kleur geel. En laat de witte ster in jouw chakra komen om ook dit chakra uit te zuiveren en in balans te laten zijn. Zodat je ook weer in actie kunt komen op wat jij van binnen voelt. Je mag desnoods weer je hand erop leggen. Maar het hoeft niet, het werkt allemaal met intenties. En adem weer rustig doorheen. Dan gaan we weer naar het volgende chakra, het hartchakra. Dit gaat over liefde. Ja, over beminnen, om lief te hebben. In dit geval misschien eerst voor jezelf. Maar daarna ook naar de wereld en om de taak die jij hier te doen hebt. Neem de kleur groen voor je, de kleur van het hartchakra. En als er meer beelden komen, laat het gewoon ontstaan. Misschien zie je wel een heel paradijselijke natuur in het groen. Het gaat allemaal vanzelf. En laat dan weer de witte ster komen om jouw hart uit te zuiveren. En ook die energie van het universum, van de sterrenstof, die helpt bij het uitzuiveren. Er wordt wel eens gezegd, we komen uit de sterren en dat is waar we terug zullen keren. En de sterren zijn ook wel symbool van de wegwijzers. En daarmee ben je ook verbonden met je hart. Want je hartchakra is ontzettend sterk. En dat is eigenlijk de motor waarbij je verbonden bent. Dus laat de ster jouw hartchakra uitzuiveren met haar witte licht. En je kunt gewoon rustig ademen. Het gaat vanzelf. Je werkt met je intenties, met jouw innerlijk weten, met jouw intelligentie. En dan gaan we rustig verder naar het volgende chakra. Die zit bij je keel. En deze kleur is blauw. Dit gaat over spreken, over communicatie en zeker ook over de waarheid spreken. We gaan het chakra weer uitzuiveren met een witte ster, een wit licht die in jouw chakra komt, om het in balans te brengen. En laat het witte licht van de ster naar binnen gaan en jouw chakra in balans brengen. Het uitzuiveren. En je ademt gewoon door. Misschien voel je er wat van, misschien ook niet. Maar het gaat allemaal vanzelf. Je hoeft alleen maar rustig te ademen en met je intentie de meditatie te volgen. Vervolgens gaan we naar je volgende chakra, je derde oog. Het zit dus tussen je wenkbrauwen en iets daarboven. En de kleur is paars. En dit gaat over zien. Helder zien. En intuïtief handelen. Jouw perceptie en jouw licht. En laat weer de witte ster komen in jouw derde oog. Om dit uit te zuiveren. En het gaat weer vanzelf. Je hoeft alleen maar te ademen. Dus adem gewoon rustig door. En dan is het tijd om naar de laatste chakra te gaan. Je kruinchakra. En dat gaat over weten. Het is je spirituele chakra waarbij je dus verbonden bent met nog veel meer chakra en energiepunten. Maar dit is aan het lichaam verbonden. En daar gaan we op focussen. En ook deze chakra gaan we laten uitzuiveren door een witte ster. Een wit licht in jouw chakra komt.
Dus laat het gewoon weer gebeuren. Misschien voel je ook wat kriebelen bij je kruin. Ik had het zelf toen ik in het begin ging mediteren, dat ik heel veel kriebelingen voelde bij mijn kruinchakra, alsof er dus iets werd geopend. En als je het nu niet voelt, dan kun je misschien de meditatie vaker doen. Dan voel je dat vanzelf. En het is gewoon energie die naar binnen komt. Laat de ster in je bovenste chakra komen. Je kunt de kleur visualiseren. Het is een soort violet-roze kleur. En laat het gewoon vanzelf uitzuiveren. Adem je gewoon rustig door. Nu heb je al je chakra's uitgezuiverd door het witte licht van de sterren. Om alles in balans te brengen. Al je chakras hebben hun eigen functie. En hun eigen taak. En het is heel fijn om deze in balans te hebben. Zodat alles kan stromen wat de bedoeling is. En dat jij hier kunt doen wat je hier komt te doen. Zodat je hier goed kunt zijn. Voelen. Handelen. Liefhebben. Jouw waarheid spreken. Helder kunt zien en dat je weet wat het juiste is. Wat we nu gaan doen is verbinden met de aarde. Want jij bent hier gekomen, jij wilt hier zijn. Jij wilt je hier vestigen en manifesteren wat voor jou je hoogste potentie is. Dus ga nog even met je aandacht naar je stuitje. En visualiseer dan alsof je een koord hebt die van je stuitje zo de aarde ingaat. Visualiseer dit, voel dit, weet het en laat het gebeuren. En wat we dan doen, is dat we dus door middel van het koord in de aarde te zetten, dat we echt verbinden. En met je intentie vraag je nog één keer om alle uitzuiveringen en alles wat nu niet nodig is de aarde in te laten gaan. Zodat je nog extra wordt uitgezuiverd in een balans komt. Dus laat het vanzelf stromen. Het gaat van boven naar beneden, langs het koord naar beneden, de aarde in. En de aarde zuivert dit vanzelf weer uit. Laat het gewoon gebeuren. Adem gewoon rustig door. Het is allemaal oké. Dan laat je door het koord de energie van een nieuwe aarde stromen via het koord door je chakra systeem. Dus vanaf je wortelchakra naar boven, naar je sacraal, je zonnevlecht, naar je hartchakra, je keelchakra, je derde oog en je kruinchakra. En daar komt het zo weer naar buiten. Het is als een vortex, alsof een appel om jou heen gaat. Een vortex die stroomt vanuit je wortelchakra naar je kruinchakra. En zo zuiver je uit en maak jezelf schoon. En omdat nu al je kanalen schoon zijn, kun je ook beter ontvangen, zodat je je innerlijke stem weer beter kunt opvolgen. Wat helpt bij deze oefening om je innerlijke stem te horen, is om je handen op je hart te leggen. Ook wanneer je gewoon in een drukke situatie bent, in het dagelijks leven, even je hand op je hart. En dat helpt je weer herinneren om te verbinden en je innerlijke stem te horen. Het is ook heel fijn om je ogen dicht te hebben, als je echt die intentie naar binnen kunt focussen. Dus leg je handen op je hart. Adem rustig door. En voel. En nu kun je dus met je intentie jouw innerlijke stem horen. Je kunt dit doen door een vraag te stellen. En indien je het moeilijk vindt, want het kan zijn dat je gewoon je hand op je hart legt. En je stelt gewoon een vraag. En intuïtief ontvang je een antwoord. Dan komt vaak de stem van ons hoofd weer bij, die gaat twijfelen. Voel. En voel dat het antwoord met liefde komt. Er zit geen twijfel in. Er zit geen angst in. Alleen maar vertrouwen en weten. Je hebt je bovenste kruinchakra geopend, het weten. En je ontvangt het ook weer in je hart. Je bent hier doordat je verbonden bent met de aarde.
kunt goed voelen. En jou ook om dan te handelen. Maar eerst gewoon luisteren. Zet je handen op je hart. En stel je vraag. Heb geduld. Het gaat vanzelf. Hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker je de verbinding kunt leggen. En hoe gemakkelijker je kunt handelen op je innerlijke stem. Door dit dagelijks te doen, wordt je zelfvertrouwen steeds sterker, omdat je weet. Het gaat om weten in plaats van denken. Voel, ervaar en weet. En wanneer het lastig voor je is om gewoon zo te luisteren, kun je ook een stukje visualisatie doen. En wat je kunt doen dan, is om in je visioen een gids op te roepen. Het kan een man zijn, kan een vrouw zijn. Vaak in het Westen zijn het ook Jezus of Maria of een engel. Maar het kan ook een overleden iemand zijn. Het staat gewoon slechts symbool voor jouw gids. Misschien is het wel een dier. Alles is mogelijk. Maar laat het gewoon verschijnen. En stel dan je vraag aan je gids. En wanneer je een antwoord hebt ontvangen, zeg ook dankjewel. Dankjewel is het ware bidden. Je kunt al je vragen stellen aan je innerlijke ik, want jij weet het beste wat goed is voor jou. Of het nu je gids is, wat een weerspiegeling is van jouw onderbewuste, wat je zelf gewoon bent, of dat het gewoon je stem is. Het is beide oké. Dus met je intentie zet je je vraag uit en met intentie komt ook het antwoord. En zeg dan ook dankjewel. We gaan deze meditatie rustig beëindigen. En dit doen we door nog één keer te verbinden met ons hart en ons dankbaarheid te tonen voor de guidance die we hebben in ons leven. Zet je dankbaarheid uit naar het universum. Naar alle sterren, naar alle planeten, naar de zon, vooral naar het licht. Zet je dankbaarheid uit naar de aarde. En bedank ook jezelf. Voel de dankbaarheid door je heen stromen. En zeg in jezelf namaste. Zodat jij ook het goddelijke in jouzelf eert en ook in het hele bestaan. Dan kom je langzaam terug en dat doe je door je lichaam te bewegen. Dus begin met je handen te bewegen, je voeten te bewegen, je lichaam. Blijf rustig ademen. Wanneer jij er klaar voor bent, open je ogen en kom weer rustig terug in het hier en nu. Dank je wel. Namaste.